De directeur van de Financial Intelligence Unit, FYU, Suriname, heeft woensdag een bezoek gebracht aan het Openbaar Ministerie. De FYU gaf een presentatie over de Caribbean Financial Action Task Force. Money laundering en terrorismefinanciering kwamen ook aan de orde. Verder is er informatie verschaft over de CFATF Mutual Evaluation Report van Suriname, waarbij is aangegeven dat er nieuwe wetten moeten worden aangenomen en bestaande wetten moeten worden gewijzigd, alles in het kader van de 40 aanbevelingen van de CFATF. Minister Stephen McAndrew van AWJ heeft gisteren de monitoringscommissie genaamd Suriname Midterm Labour Market Policy 2022 tot 2025 geïnstalleerd voor een periode van een jaar. De commissie is in het leven geroepen om een vlotte uitvoering te geven aan de activiteiten in het kader van het programma gericht op het arbeidsmarktbeleid voor middellang termijn. Het arbeidsmarktbeleid voor de middellange termijn is vorig jaar geadopteerd en moet in samenhang met het derde Decent Work Country Program voor Suriname worden bezien. De vakcentrale C47 heeft op 13 mei een intentieovereenkomst getekend met de Greenheart Werknemersorganisatie, GGWO, en de dorpsbesturen van Apura, Section en Washabo. De directe aanleiding hiervoor is de wijze waarop de leiding van het bedrijf omgaat met de belangen van de werknemers. Deze overeenkomst kan als historisch worden aangemerkt, omdat er voor het eerst een overeenkomst is getekend tussen vakbond en dorpsbesturen ter bescherming van de belangen van hun leden en dorpsbewoners.